Wij zijn hier in Cadzand. Wij doen hier het project Cadzand Maritiem. Dat bestaat uit een kustversterking, verbetering van de openbare ruimte en het aanleggen van een jachthaven. Die wordt omsloten door twee grote strekdammen. En momenteel zijn we de jachthaven tussen de strekdammen aan het uitbaggeren. Het bijzondere is dat we hier in een explosieverdacht gebied zitten. Voor dit project hebben wij samen met Dame de beide engineeringsafdelingen bij elkaar gebracht. En wij hebben de standaardpomp aangepast, zodat die beveiligd is tegen explosies. We baggeren met een DOP 350. Die verplaatst de slurry naar een zeefdek waar de explosieven gezeefd worden. En vervolgens gaat de slurry door de booster heen. Dat is ook een doppomp. En via de booster komt het in de leidingen en vervolgens komt het op het stort terecht. De explosieven tot 4 inch laten we in de bodem zitten. En die hoeven dus niet vooraf met duikteams uit de bodem te halen. Tegelijkertijd kunnen we dan baggeren en de explosieven verwijderen. En dat is een enorme efficiëntieslag. Wij zijn uitermate tevreden over de doppomp. Dit is niet het eerste project dat we deze samenwerking hebben. We hebben hier echter een zeegaandponton. En zelfs onder deze offshore omstandigheden werkt het ook helemaal prima.